Vandaag varen we mee met Piet Piraat en moeten we oppassen voor piraat-indianen. 10 dagen. Zo lang al hebben Piet Piraat en zijn maatjes niets te eten. Berend wil heel graag lekkere pap of soep klaarmaken, maar hij kan niet. De kasten in de kombuis zijn even leeg als de buiken van de piraten. Het enige voedsel aan boord is een broodkruimel. En Piet heeft beslist om die kruimel te gebruiken als aas bij het vissen. Met die ene broodkruimel aan de haak van zijn vislijn zit Steven nu al 10 dagen te vissen op het dek. Hij heeft 3 paar sokken, 2 piratenhoeden en zelfs een vreemde geel-blauwe pluim opgevist. Maar geen enkele vis, zelfs geen petiterig klein garnaaltje. Als troost heeft Steven de prachtige veer op zijn muts gestoken. Hij lijkt wel een beetje op een indiaan, vindt hij zelf. Opeens weer klinkt er een afgrijselijk geluid uit de kombuis. Steven wipt overeind van zijn houten zitbankje. Zijn handen bibberen zo hevig dat hij zijn vislijn in het water laat vallen. Oh nee, hun laatste broodkruimel naar de haaien. Ook Piet en Stien hebben het geluid gehoord. Holder de bolder lopen ze naar de kombuis. Is er een beer aan boord geklommen? Vraagt Piet zich af. Piet neemt zijn zwaard in de hand en samen met Stien duwt hij de deur van de kombuis open. Berend kijkt hem verontschuldigend aan. Hij wijst naar zijn hongerige buik. Pardon, Berends buikje gromt een beetje. Ik hou niet van grommende buiken, bromt Stien. Zo kan het niet verder, vindt Piet. We moeten eten vinden. Ik ga de zeekaarten nog eens grondig bestuderen. Plots stormt Steven de kombuis binnen. En als een gek springt hij op en neer. Hij steekt zijn armen in de lucht. Heb je eindelijk een vis gevangen? Vraagt Steven. Steven schudt zijn hoofd. Hij zet zijn handen boven zijn ogen en doet alsof hij in de verte kijkt. Zijn maatjes begrijpen nog steeds niet wat hij bedoelt. Steven pakt Piet vast bij de mouw en trekt hem mee naar boven. Op het dek zien onze piratenvrienden wat Steven wilde duidelijk maken. Aan de horizon doemt een klein puntje op. Een eiland! Land in zicht, roept Stien. Eten in zicht, schreeuwt Berend. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Zet koers naar dat eiland, beveelt Piet. Terwijl de piraten naar het eiland zeilen, dromen ze hardop van het voedsel dat ze daar zullen vinden. Meloenen, kokosnoten, appels, bananen. Friet met hamburgers en mayonaise. Jam! Maar met elke meter die ze het eiland naderen, worden ze een beetje stiller. Het eiland is 1 bruine, dorre vlakte. Geen gras, geen bloemen, zelfs geen bomen. Alleen cactussen. Duizenden. Lange, korte, dikke, dunne, ronde, vierkante, rechte en scheve. Maar toch wil Piet op ontdekkingstocht. Steven gooit het anker uit en de piraten gaan aan wal. Al snel beseffen ze dat ze alleen maar zand en cactussen zullen ontdekken. Tussen al die cactussen merken de piraten nog 1 andere plant op. Een reusachtige groene plant met 10 tallen lange stengels en een paarse, kelkachtige bloem. Steven wil de plant aanraken, maar Piet houdt hem tegen. Stop!
Dat is een vleesetende plant, Steven. Als je die aanraakt, eet hij je op. Dan is er tenminste toch iemand die iets te eten krijgt, zegt Stien nors. Berend kijkt triest om zich heen. 1000 borden brokkenpap. Op dit eiland vindt Berend niets om klaar te maken. Maar Piet heeft een idee. Ze kunnen de cactussen meenemen om er gerechten van te bereiden. Met tegenzin beginnen de piraten aan het helse karwei. Piet snijdt de cactussen af met zijn zwaard. Steven en Stien wikkelen de cactussen in dekens om zich niet te prikken en brengen ze naar de scheve schuit. Berend stapelt de cactussen in het ruim. Om zeker geen tekort aan voedsel te hebben, vult hij ook de kajuiten en de kombuis. Als de klus bijna geklaard is, prikt Steven zijn dikke teen aan een cactus. Hij deinst achteruit van de pijn. Pas op, roept Piet. Maar te laat, Steven trapt op een reusachtig blad van de vleesetende plant. Onmiddellijk komt een stengel van de grote plant in beweging en wikkelt zich rond Steven. De piraat wordt opgetild. Hij spartelt als een gek. De paarse bloem gaat open en de stengel brengt Steven tot net boven de opening. Als de plant Steven nu loslaat, dan... Piet haalt zijn zwaard boven. Met al zijn kracht hakt hij in de stengel. Tjak! De stengel kreunt. Steven dondert op de grond. Plof! Piet's zwaard blijft in de dikke stengel vaststeken. Opeens hoort Piet Stien achter zich roepen. Help! Piet draait zich om. Een reusachtige arend scheert op Stien af. Met zijn klauwen wil de roofvogel haar vastgrijpen, alsof ze een wild konijn is. Piet krijgt zijn zwaard niet los en bliksemsnel pakt hij een lange cactus van de grond en slaat ermee. Een dikke doren dringt in de poot van de arend. Luid schreeuwend slaat de roofvogel op de vlucht. Ik hou niet van piraatetende planten en vogels, gromt Stien. Ook de andere piraten hebben genoeg van het cactuseiland en ze haasten zich naar de scheve schuit. De volgende dagen bereidt Berend cactussoep, cactustaart, cactuspap, cactuspudding, cactussalade, cactuspuree, cactusmoes en cactusfrieten met cactussaus. De cactusgerechten komen de oren van de piraten uit. Bovendien veroorzaakt het koken van de cactussoep een stinkende rook. Blak! Piet heeft op de zeekaart het eiland Nikibi ontdekt en hoopt daar wel lekker voedsel te vinden. Hij tuurt met zijn verrekijker naar de horizon. Piet ziet donkerzwarte wolken en hoge schuimende golven. Storm op komst, schreeuwt Piet. Steven strijkt de zeilen en haalt de piratenvlag naar beneden. Stien blokkeert het stuurwiel en Berend zet het deksel op de pot cactussoep. De lucht kleurt inktzwart, alsof een duister monster uit de hel neerdaalt. De piraten vluchten naar binnen. De woeste golven beuken hard tegen het piratenschip. Een golf ramt de scheve schuit zo hevig dat ze helemaal overhelt naar bakboord. Piet en zijn maatjes kunnen zich staande houden. Maar de losliggende cactussen rollen alle kanten op. De piraten kunnen de tollende cactussen niet ontwijken en al snel hangen ze vol stekels. Er zitten doornen in hun armen, in hun benen, buik
en in hun bibs. Kaïd, ai, oh, au! Na de storm lijken de piraten wel stekelvarkens. Steven haalt in het vrachtruim een tang om de doornen uit te trekken. De piraat is bliksemsnel terug, maar zonder tang. Hij gebaart naar zijn maatjes dat ze moeten meekomen. In het vrachtruim wijst Steven naar een groot zwart ding. Een kanon? Berend wist niet dat de scheve schuit een kanon heeft, zegt Berend. Ik ook niet, zegt Piet. Het doek dat erover lag, moet er afgevallen zijn tijdens de storm. Steven begint de loop van het kanon op te poetsen met het doek. Ik hou van glimmende kanonnen, grijnst Steen. Daarmee schieten we gaten in de grootste piratenboten. En Berend schiet er de grootste meeuwen mee uit de lucht om ze daarna lekker te braden. Ja, eten, juicht Steen. Ik vrees van niet, zegt Piet. We hebben geen kanonskogels. Steen en Berend zijn teleurgesteld. Steven niet, die poetst de loop van het kanon op tot hij glimt als een spiegel. Met een kanon dat zo schittert, schrikken we wel alle andere piraten af, zegt Piet. Ja, ons kanon is lekker stoer, hè, vindt Steen. En misschien kruipen er wel meeuwen in de loop, dan kan Berend die vangen, zegt Berend. We zetten het kanon op het dek, beslist Piet. Nadat de piraten met een tang de cactusstekels uit hun vel hebben getrokken, brengen ze het kanon naar boven. Van dat zware werk krijgen de piraten nog meer honger. Berend zal wat cactussoep maken, zegt Berend. Maak je soep klaar op het dek, beveelt Piet. De kombuis en de kajuiten in de scheve schuit stinken erger dan de sokken van Steven. Berend gaat meteen aan de slag. De cactussoep verspreidt een dikke grijs-zwarte rook. De scheve schuit lijkt wel een varende sigaar. Steen speurt de horizon af naar het eiland Nikibi. Maar wat ziet ze daar? Een piratenschip? Nee, maar het lijkt er wel op. Kapitein, kapitein, roept Steen. Piet snelt naar Steen. Wat zijn dat? Vraagt Steen. Piet weet het niet zeker. Het zijn precies piraten. Of nee, ze lijken ook wel op indianen. Piraat-indianen, zegt Piet dan maar. Een pijl zoeft door de lucht en maakt een gat in de piratenhoed van Piet. Tjoef! Help, ze schieten op ons, roept Berend. De boot van de piraat-indianen vaart pijlsnel naar de scheve schuit. In het midden van het dek van het vreemde schip staat een grote indianentent. Bovenaan de mast hangt een reuze grote veer in plaats van een piratenvlag. De piraat-indianen zijn gekleed als piraten, maar hun gezichten zijn geschilderd in alle kleuren van de regenboog. Op hun hoofd dragen ze geen piratenhoed, maar een verentooi. Ze blijven schieten. Een regen van pijlen daalt neer op het dek van de scheve schuit. Piet en zijn maatjes dansen heen en weer om de pijlen te ontwijken. We moeten terugschieten, zegt Steen stoer. Hoe dan? Vraagt Berend angstig. Berend en zijn maatjes hebben geen kanonskogels. Piet heeft een idee. Hij pakt een cactus die naast de soeppot van Berend ligt. Hij duwt de cactus in de loop van het kanon en schiet hem af. De cactus zoeft door de lucht naar de boot van de piraat-indianen.
De stekelplant treft een piraat-indiaan. Piet en zijn maatjes kunnen zijn gejank horen tot op de scheve schuit. Auw, 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 auw. Op bevel van Piet brengen zijn maatjes meer cactussen aan. De kapitein schiet de ene na de andere cactus af. En al snel hangen de piraat-indianen vol stekels. Maar het is een dapper volkje. Met hun lichaam vol doornen slagen ze erin de scheve schuit te bereiken en aan boord te klimmen. Piet is heel snel en sterk, maar de piraat-indianen zijn met te veel. Voor onze piratenvrienden het goed en wel beseffen, hebben de piraat-indianen de scheve schuit veroverd. Piet en zijn maatjes worden vastgebonden met een dik touw. Daarna nemen de piraat-indianen hen mee aan boord van hun eigenaardige schip. Wat gaan die piraat-indianen met Berend en zijn maatjes doen? Jammert Berend. Daar heeft Piet geen antwoord op. Ook Stien is stil. Zelfs zij is een beetje bang. Piet en zijn maatjes hebben het eiland Nikibi bereikt. Maar niet op de manier die ze hoopten. Ze hangen ondersteboven naast elkaar aan een hoge boom. Een piraat-indiaan probeert met een stokje vuur te maken. En af en toe kringelt er wat rook omhoog. Wat gaan de piraat-indianen doen? Vraagt Berend. Ze houden een braadfestijn, zegt Stien. Lekker, smakt Berend. Stomme kok, tiert Stien. Wij zijn de braadschotel. Het gezicht van Berend en Steven wordt krijtwit. Help! Schreeuwt Berend. Steven roept stil met hem mee. Een indiaan met een opvallend grote verentooi op het hoofd komt naar hen toe. Ugh! Ugh, antwoordt Piet. De indiaan wijst naar Berend. Dikke bleekhuidpiraat schreeuwt als varken. Jij lekker varken? Nee, alsjeblieft, eet Berend niet op, smeekt Berend. Berend smaakt naar modder, zweet en schimmel. De indiaan ruikt even aan Berend en trekt een vies gezicht. Berend vooral naar cactus ruiken. Piet Piraat maakt zich opeens heel boos. Ik, Piet Piraat, piraat van de Zeven Zeeën, kapitein van de scheve schuit, zeg dat jullie ons nu moeten losmaken, beveelt Piet. Waarom? Vraagt het opperhoofd. Bleekhuid piraten oorlog willen? Bleekhuid piraten oorlog krijgen. Wij willen geen oorlog, pluimkieken, schreeuwt Stien. Bleekhuid piraten rookpluimen maken, bleekhuid piraten oorlog willen. Nu begrijpt Piet dat het om een misverstand gaat. De piraat-indianen denken dat de rookpluimen van de cactussoep een teken van oorlog waren. Maar nee, meneer het opperhoofd, zegt Piet snel. Mijn maatje Berend is kok, hij was soep aan het maken. En die rook was de damp van de soep. Het opperhoofd kijkt de piraten vragend aan en begint dan opeens bulderend te lachen. De andere piraat-indianen lachen met hem mee. Maak bleekhuid piraten los, beveelt het opperhoofd. Piet en zijn maatjes halen opgelucht adem. Samen met Piet en zijn maatjes houden de piraat-indianen een groot en lekker vredesfeest. Eindelijk kunnen onze piratenvrienden dan toch hun honger stillen. Het opperhoofd geeft hen zelfs voedsel mee voor op de scheve schuit. Om de piraat-indianen te bedanken, maakt Berend cactussoep voor hen klaar.
Ze zijn er dol op. Hij krijgt zelfs een dure, zeldzame blauw-zwarte pluim voor op zijn koksmuts. Als de avond valt, nemen ze afscheid van elkaar. Als blijk van vriendschap geeft het opperhoofd piraten elk een piraat-indianennaam. Piet Piraat krijgt de naam Dappere Cactuskogel. Steven Stil heet voortaan Stille Pluim. En Stien Struis, Kloeke Leeuwin. En Berend Brokkenpap, die zal voortaan door het leven gaan als Dikke Soepteddybeer. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!